Welkom allemaal in de kring. Het is een klein groepje en om 5 uur wordt dat groepje wat groter. En ik ben nog verrast door alle mensen die er zijn. Dus gewoon een mooie volle kring. En een heel speciaal woord van welkom aan de erejury. En wat is nou een erejury? We hebben heel lang geleden gevraagd aan mensen in de buurt: maak nou eens een mooi ontwerp voor een logo hier in de wijk, het stationskwartier. En dat hebben we laten zien in de krant. We hebben de Jozefschool gevraagd. We hebben allerlei mensen gevraagd: teken nou eens wat. En een aantal mensen hebben ook inderdaad getekend. Echt leuke ideeën getekend. En de leukste ideeën hebben we uitgekozen. En die mensen die ideeën hadden getekend, hebben gezegd: jullie zijn erejury. En dan kunnen jullie gaan kiezen samen wat het nieuwe logo wordt. Erejury. Erejury. Kom er eens bij. Mike en Gerleen. Maak het pak maar open. Wat zou dat nou zijn? Kan ik het openmaken? Ik zie wat jij niet ziet. Het is een vlag. Het kenmerkende hier is natuurlijk toch gewoon dat je dicht bij een station zit en bij die rails zit. En daarom heet het natuurlijk ook stationskwartier. Er zijn wel wat misverstanden over het stationskwartier, van waar hebben we het dan met elkaar over? Nou, wij, de initiatiefnemers van deze kant, kijken vooral naar het stukje wat ligt tussen de rails en de Singel. En tussen de Teteringenstraat, moet ik dan zeggen, en de Belkrumweg. Dat zijn ongeveer 1200 brievenbussen met mensen en bedrijfjes. Maar voor de gemeente en voor andere mensen is het stationskwartier wel iets groter. Want als je aan de andere kant gaat kijken, dan wonen daar eigenlijk ook nog wel mensen die heel dicht bij het station wonen. In de Belkrum. En in welk gebied woont jij zelf? De Linietoren. Ja, de Linie. En kwartier is ook 4. Dus wij denken Linie, Belkrum, Spoorbuurt, Driehoevijzersbuurt. Dat zijn 4 buurten die wat ons betreft allemaal samen in dat stationskwartier zitten. Dus niet voor niks dat die erop staat. Nou, is het een mooi logo of niet? We hebben 2 maten, een hele grote en nog een hele grote en dan hebben we een wat kleinere. En deze grote gaan we zo meteen bij het Apollo Hotel aan de mast hangen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaan we geloof ik vieren, hè? Ja, dan gaan we de vieren.